Het is geen nieuwe ontwikkeling dat er steeds zware wapens bij burgers worden aangetroffen. Woorden van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, die hiermee onderkent dat er veel illegale wapens buiten zijn. Afgelopen donderdag zijn er enkele verdachten aangehouden in Nikeri, die zware wapens in hun bezit hadden. De justitieminister merkt verder op dat er nu veel meer berovingen en inbraken plaatsvinden, wat zorgwekkend is. We weten nog een paar maanden terug is er aangifte gedaan van vermissing van wapens uit een bepaald depot. Het is niet een ontwikkeling die wij voorstaan, maar wij, de gewapende diensten, de veiligheidsdiensten zijn alert, de politie is alert. En we moeten ons afvragen van wat is dit eigenlijk, wapenhandel? Waarvoor werden de wapens ingezet? Is het terrorisme? Is het misschien dat deze wapens zouden worden ingezet voor ruil, voor drugs? Is het om criminele organisaties te bewaken? Het zijn allemaal vragen die uit dit onderzoek beantwoord zullen moeten worden. Ten aanzien van het vuurwapenbeleid zegt Amoksi dat het ministerie in samenwerking met het kabinet van de president bezig is zaken te bespreken. Volgens hem zal er een duidelijke beleidslijn uitgezet worden ten aanzien van wapens. Maar laat mij ook zeggen dat we in voorbereiding hebben een periode waarbij we mensen die illegale wapens hebben gaan oproepen om deze in te leveren. Ik bespreek met het Openbaar Ministerie hoe wij dit gaan aanpakken. Maar wij zijn bezig dat voor te bereiden. Omdat de gemeenschap heeft er baat bij dat er zo minder mogelijk illegale wapens in de gemeenschap, onder de gemeenschap circuleren. Minister Amoksi benadrukt dat voor de veiligheid van de samenleving de illegale wapens uit roulatie gehaald moeten worden.